Tom, 3 punten. Jouw verhaal van deze wedstrijd? Ja, mijn verhaal is duidelijk dat Zwolle veel beter voetbalde. Positioneel veel beter. Liet het balletje lopen, hadden we het lastig mee. We konden ze niet onder druk zetten. Ja, 90% balbezit voor Zwolle, denk ik. Ze krijgen in het begin de beste kansen. En vervolgens krijgen wij een half, of Gio zegt zelf dat hij hem binnen wil schieten, maar ik moet het nog even terugzien. Ja, je hebt het al terugzien? Nee, dus dan was het waarschijnlijk een voorzet, ja. En die vliegt erin en dan houden we gewoon tegen. Ik denk dat ik heb wel kunnen genieten van het spel van Zwolle, want het was gewoon heel goed voetbal. Afgelopen vrijdag had ik Lex voor de camera. Hij zegt, we moeten één ding doen, we moeten vanaf het begin af aan moeten bovenop klappen. Ik heb het niet gezien. Nee? Nou ja, weet je, ik... Ja, dat is lastig. Ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens, want ik denk dat we heel weinig weg hebben gegeven. Maar... Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Maar nogmaals... Bovenop klappen, ja. Je houdt er nul. Dus ja, als je er niet... ik weet niet wat ik daarmee moet eigenlijk. Maar goed, je pakt de 3 punten. En over een week weet niemand meer dat die wedstrijd een draak van de wedstrijd geweest is. Ja, maar het interesseert me helemaal niet zo'n draak van de wedstrijd. Want als je 1-0 verliest en je speelt fantastisch voetbal, je hebt 99% bal. 100% eens. Ja, dan word je ook de galamiezers ingescholden. En dat weet je. Wij moeten nu gewoon punten pakken en dat was het allerbelangrijkste. Wat heeft Groenendijk in de rust meegegeven? Nou, dat we in ieder geval zo druk moeten. Ja, hij wilde dat we vooruit druk zetten. Alleen ja, we werden gewoon achterover gedrongen. Dat was gewoon voetballend betere ploeg. Dus we moesten gewoon die nul houden, want er stonden toen al 1 naar voor. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Op een gegeven moment maak je een overtreding, wordt ook voor gefloten. Toen kwam de scheidsrechter naar je toe. Wat zei hij? Hij zei van let een beetje op, want anders moet ik hem dadelijk geven of zoiets. Gewoon dat ik op moest passen. Ik vroeg het net ook aan John Gozens. De stand op de ranglijst is natuurlijk dermate close, zeg maar, dat het wat dat betreft elke week anders is. Geeft dat extra druk? Nou ja, doordat je vorige week verloren heb je gewoon een klote week gehad. En als je van Emmen verliest, dat is gewoon verschrikkelijk. Want we winnen van Heracles thuis en dan verlies je uit van Emmen. En dat is gewoon een smet. Dan kom je elke dag op de club en dat is gewoon geen leuke sfeer. En dat is vervelend als je zo naar je werk moet. Dus we moesten gewoon vandaag winnen en dat hebben we gelukkig gedaan. Dus nu een goede week. Zwolle. Na de winterstop 10 punten uit 4 wedstrijden. Vandaag de eerste nederlaag. Je gaf het net zelf al aan. Toch ook een ploeg die echt ook goed kan voetballen. Zeker weten. Je hebt het gezien. Ik vond het een van de beste ploegen waar we tot nu toe tegen hebben gespeeld. Heerlijk voetbal. Dat is mooi om te zien. Volgende week Ajax thuis. Dan kan je zeggen van deze 3 punten zijn extra belangrijk met het oog op volgende week. Ja, zeker. Kijk, Ajax thuis, je bent niet kansloos. We gaan gewoon vol voor keihard werken. En dan kijken we het schip strand. Wij hoeven thuis van niemand bang te zijn. En ook niet van Ajax. Dus maar het is wel extra lekker dat je vandaag wint. Tot slot, nog 12 wedstrijden te gaan na vandaag. Denk jij dat het ook zo close blijft gedurende die resterende wedstrijden? Volgens mij heb je nu veel concurrenten die ook tegen elkaar gaan spelen. Dus ik denk dat er dadelijk wel wat gaten, hoop ik, gaat vallen. Maar... Ja, en anders blijft het lekker spannend tot het einde.